Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 16 november. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb een van de nieuwe lipsticks op van Pearl Glaze. Het is de paarse variant. Ik vind hem op zich wel leuk, maar ik had hem donkerder verwacht. Nou, gisteravond heb ik naar Politie Arnhem gekeken. Wat best wel weer heftig was ook op sommige punten. Snap je ook niet hoe ze hun geduld kunnen bewaren soms. Maar de meeste lukt dat eigenlijk vrij goed. Daarna heb ik een stukje van Kees van der Spek gezien. Dat was de laatste uitzending. Want vanaf volgende week heb je een nieuw seizoen van Zeeman Confronteert Stalkers. Dat vind ik ook altijd wel heel erg mooi. Ik heb nog even rollercoaster gedaan. Maar de volgende keer dat ik het ga spelen ga ik dus wel echt eventjes het avontuur denk ik een keertje doen. Daarna ben ik de vlog gaan afmaken en heb ik de foto's bewerkt. Ik moet er geloof ik nog een paar, dus het is echt nagenoeg af. Toen ging ik de Netflix-serie kijken, From Scratch. Nou, dat was echt om te huilen. Ik heb nu echt voor het eerst ook echt met tranen in mijn ogen gezeten. Dat ik echt dacht, oh wat intens zielig hier zit. En dit had ik dus niet zien aankomen. En dan merk je wel even dat het best wel heftig is. Maar goed, ik heb daar vanavond de laatste aflevering van. En toen ben ik gaan kijken naar Suspects. Dus dat was het ook wel. Ik ga zo de woonkamer even doen. Dan ga ik jullie weer eventjes een keertje bij meenemen. Dat is ook alweer een tijdje geleden. Dus ik ga even muziekje aan doen. En dan ga ik hier eventjes de boel weer netjes maken. Dat is ook altijd wel weer lekker als dat weer eventjes gebeurd is, vind ik zelf. Dus dat is eigenlijk voor nu even voornamelijk de planning. Ja, verder ook eigenlijk niet zo heel veel te vertellen, want er is niet veel, veel gebeurd in de tijd dat ik jullie niet heb gezien. Dus ja, dat is het eigenlijk eventjes voor nu. Dus ik ga eventjes sop maken en dan ga ik eventjes aan de gang. Gaan we even schoonmaken, muis? Ga je helpen? Zou makkelijk zijn, hè? Maar goed, tijd om even aan de gang te gaan. Ik ben weer klaar. De katten hebben net ook hun eten weer op. De woonkamer is lekker schoon. Vind ik wel weer heel fijn. Dus dat, ja, dat was wel weer lekker dat het weer allemaal even fris is. Ik heb nog eventjes in mijn mus gewerkt. Dus ik moest even nog wat voorkanten maken. Dus het ging ook op zich wel lekker. Dus ja, ik was wel even lekker bezig. Nu ga ik soms eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik Goede Tijden en Het Perfecte Plaatje. Dan wil ik even het laatste deeltje van Kees van der Spek afkijken. Dan is dat ook klaar.
Nou, dan ga ik eventjes de laatste foto's bewerken en de blogpost schrijven. Nou ja, en dan eventjes nog een thumbnail maken voor de vlog, zodat die ingepland kan worden. En dan ga ik verder met de laatste aflevering van mijn Netflix-serie. Ik hoop zo dat ik nu niet hoef te huilen. Maar ja, dat moeten we maar even zien. En dan ga ik weer Suspects kijken, want Oogappels is dus afgelopen. Dus ja, dat wordt het eigenlijk ook wel. Er is niet heel veel bijzonders. Ik heb weer wat last van mijn rug. En ja, dat blijft toch altijd een beetje. Ik heb in de keuken nog het een en het ander even schoongemaakt. Dus op zich best wel lekker productief geweest. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder ja, toch eigenlijk niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 17 november. Ik ben klaargemaakt. Ik ga straks boodschappen doen, maar ik heb nog niks gehoord van mijn coach. Dus ik moet nog even afwachten. Ik heb lekker even een wat warmer truitje aan, want het heeft vannacht zo hard geregend. Ik lag in bed en ik hoorde het waaien en regenen, wat op zich wel heel gezellig was. Maar toen, ja, toen had ik het wel echt super koud. Ik merk ook weer dat dit de momenten zijn dat je dan gewoon eigenlijk heel slecht je bed uitkomt. Omdat het dan zo lekker warm is. Maar goed, dat hoort er natuurlijk bij. Ik heb gisteravond het perfecte plaatje gekeken. Was wel weer heel erg leuk. Ik had eerst natuurlijk GTS. Ik moest ik even heel erg wennen. Want de rol van Steve wordt nu door een andere jongen gespeeld. En dit was al wel aangekondigd. Maar ik moet heel erg wennen. Ik heb een haartje hier. Oh, wat vervelend. Dat voel je nu heel erg met praten. Maar ik moest dus heel erg wennen aan deze jongen. Want die andere, ik weet niet, die had gewoon, die had iets. Die had een heel guitig kopie. En ja, ik weet het niet zo goed. En misschien dat deze ook nog wel heel leuk wordt hoor. Maar ja, ik moet er eventjes heel erg aan wennen. Maar bij het perfecte plaatje hadden ze dus ook een shoot met kinderen. En dan zie je eigenlijk weer hoe open kinderen zijn. En dat vond ik eigenlijk wel heel grappig. Want Mike de Boel moest een shoot doen met een jochie. En die vraagt op een gegeven moment aan hem. Ja, hoe oud ben jij? 61, zegt hij echt zo. Net of hij zich er een beetje voor schaamde. Oh, mijn opa is al 68, geloof ik. Oeps, sorry, wat die Mike zou zeggen. En jaren geleden, toen hoorde ik dus dat hij al achterin in de 50 was. Toen dacht ik van, dat zou ik hem helemaal niet geven. Maar nu je hem wat meer van dichtbij gefilmd ziet, denk ik wel, ja, je kunt het ook wel zien. Maar volgens mij smeert hij ook een flinke laag make-up op zijn snuit, hoor. Want je ziet best wel wat groeven, zeg maar, in zijn gezicht. En dat wordt heel erg verbloemd door een laag make-up, heb ik het idee. Ook maakt hij zelf zijn baard heel donker. Dat heeft hij al wel eens een keertje uit de doeken gedaan. Dat hij dus zelf heel erg donker maakt. En er is dus ook een shoot geweest dat hij zijn baard afschoor. Maar het volgende shot had hij die baard. Dus mijn moeder zei, ja, hoe kan dat nou? Dus mijn moeder die dacht toen dat hij dus zelf die baard gewoon ja, er weer op had gemaakt door dat in te tekenen. Nou ja, dat zou kunnen. Ik weet het niet. Ik vond het wel heel knap gedaan. Maar ja, je merkt toch vaak dat de mensen van televisie soms moeite hebben om ouder te worden. Hè? Zoals Gerard Joling, die ziet er eigenlijk voor zijn leeftijd ook nog wel heel goed uit. Maar die heeft ook volgens mij best wel een flinke laag make-up op zijn gezicht zitten. Dus ja, daaraan merk je het wel. Maar goed, dat was wel leuk. Toen heb ik even Kees van de Spek afgekeken en heb ik even Splatoon gedaan. Op zich ging het wel lekker, maar ik had één level. Die vond ik zo lastig. Daar kwam ik op een gegeven moment niet meer doorheen. Toen ben ik gestopt. Ik heb de blogpost geschreven. Ik heb een blog ingepland, of mijn vlog ingepland. Mijn nagellak ziet er zo lelijk uit nu. Dus dat was allemaal gedaan. Toen ging ik de laatste aflevering van de Netflix serie kijken. Er zijn wederom wel weer wat tranen gevloeid, omdat ik het wel allemaal heel zielig vond. Dus ik denk dat ik vanavond toch maar iets ga kijken wat misschien minder zielig is. Want ik moet nu weer iets anders uitzoeken. Maar dat huilen bij series, daar word ik gewoon niet heel vrolijk van. En daarna had ik Suspects, dat was ook wel leuk. Want dat was een vervolg van de aflevering van dinsdag. Dus, nou ja, omdat ik nog niet weet hoe laat mijn coach is, ga ik zo even een paar klusjes doen. Ik moet sowieso even stofzuigen en de bakken doen. Maar ik moet eigenlijk eventjes de luchtverfrisser in de keuken ophangen. Want ik heb hem dus nu op een plank staan. Maar blijkbaar doordat hij best wel wat druk geeft als er een verfrissingsboost komt, gaat hij verschuiven op die plank. En ik hoor het ook heel erg als ik in bed lig. Dan hoor ik hem op een gegeven moment afgaan. Dan hoor ik echt die een mogelijkheid die ik zie is dat Green Grocers min 4, Wilhelm House Shop Salam Rood, Norwich. Stil, Siri. Maar dan merk ik dus heel erg dat hij
Dat, net of die, dan hoorde ik hem heel erg afgaan op die plank. En ik kwam er dus van de week achter dat hij heel erg naar voren was geschoven. Dus ik heb het idee dat hij zo hard, die druk zo hard is eigenlijk voor die plank, dat die gewoon gaat verschuiven. Dus die wil ik maar eventjes gaan ophangen. Maar goed, ik ga dus even wat dingetjes doen. En ik neem jullie straks sowieso nog even mee met boodschappen doen. Dan gaan we weer de kou in. Maar goed, ik weet nog niet hoe laat, dus even afwachten. Ik ben weer thuis. Het is 5:50, dus ik zal even boodschappen laten zien. Ik heb al kattengrit en wc-papier gekocht. Ik heb 2 rollen inpakpapier voor 5 december. Ik heb even natuurazijn gekocht. Ik vind het altijd wel handig om je wasmachine mee te ontkoken, maar ook met senseo en waterkoker. Ik heb hele lekkere koekjes gekocht. Het ziet er heel erg lekker uit met chocola en disco dip. Niet doen. Bakboter. Boontjes. Oma's frietjes. Slaapwinken. Een varkenshaasje. Spekjes. Scheergel. Haricot vetjes. Dan heb ik chocomel gehaald bij de Aldi. Die was in de aanbieding 2 keer. 2 pakken, die was nu 1,89. De Lidl heeft nu ook weer echte chocomel. Hamburgertjes voor straks. Zakje patat. 2 keer Robijn voor de zwarte was. Dat was 1 plus 1 gratis. Nu bij de Boni. Oh, deze fles is helemaal gedeukt. 2 keer de frietsaus. Die was ook bij de Boni nu 1,79 per stuk. Een zakje aardappelschijfjes en frikandellen. Dus dat waren even voor alle boodschappen. Dus ik ga het even opruimen. Dan ga ik even lekker warm douchen, want ik ben best wel koud. Het was natuurlijk ook al heel donker en zo. Dan ga ik vanavond gewoon in goede tijden kijken en het roer om. En ik denk nog even wat terugkijken en nog even Splatoon doen. En dan ga ik mijn foto's bewerken. Ik moet een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. Ik heb nog geen idee welke, dus dat is nog eventjes een verrassing. En dan ga ik weer Suspects kijken, dus dat wordt verder de avond. Ik ben ook in een nieuw boek begonnen, want mijn boek is gisteravond uitgelezen. Dus dat ga ik nu allemaal eventjes doen. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ja, dan ga ik nu eventjes mijn dingen doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 18 november. Ik ben klaargemaakt. Het ging allemaal niet zo soepeltjes, want ik wilde nog even een video opnemen van een limited editie van Catrice. Zat het kaarsje weer vol, die moesten ze doorgelegd worden. Het ging allemaal even niet zo soepel. Ik heb de lamp nog op mijn gezicht staan. Maar goed, ik heb gisteravond uiteindelijk Fortnite gespeeld met Nathalie, Frank en een vriend van Frank. Dus dat was wel leuk, ik ging wel lekker hard met levelen, dus dat ging op zich wel goed. Daarna heb ik eventjes nog het roerroom gekeken. Toen ben ik mijn foto's gaan bewerken en ja, dat was het eigenlijk ook wel. Ik had gisteren eigenlijk een beetje een avond dat alles een beetje misging. Ik had allereerst die hamburgers, die smaakten heel erg naar plastics, die waren niet heel lekker. Toen maakte ik een cappuccino en die melk die was niet meer goed, dus die heb ik uiteindelijk ook niet meer opgedronken, want het smaakte gewoon niet. Dus dat was allemaal eventjes een beetje een tegenvaller. Daarna, nou ja, toen heb ik een nieuwe Netflix-serie uitgezocht. Daar zal ik de naam van even onder in beeld neerzetten, want het is weer Spaans. Ik kan het niet uitspreken en ik weet eerlijk gezegd ook nog niet wat ik ervan vind, want ik vind het heel verwarrend.
Maar goed, ik wil het ook niet meteen opgeven. En daarna heb ik even Suspect gekeken en dat was wel weer heel erg leuk. Ik ga hier nu even als een malle aan de gang. De was moet aangezet worden, de boodschappen moeten nog naar boven gebracht worden. Ik ga de plank van de muur halen, dan ga ik de boel even verder aftapen en de zijkant van het keukenkastje even schoonmaken. Dus ja, er zijn genoeg dingetjes te doen. Ik wilde eigenlijk nog een deel van de kwasten wassen. We moeten even kijken of dat allemaal lukt. Maar goed, ik ga jullie dus gewoon weer meenemen. Maar ik ga nu eerst even de was aanzetten en stofzuigen. Dan is dat in ieder geval klaar. Dus ja, eventjes tijd om aan de gang te gaan. Wat een hectiek allemaal. Het ging gewoon even allemaal niet van een leien dakje. Het wilde allemaal even niet zoals ik het wilde. Ja, soms heb je nou even van die dagen. En vandaag was zo'n dag voor mij. De plank is in ieder geval af. De zijkant van het kastje is schoon. Ik heb alles afgetaped weer. De plank ligt uit elkaar. Ik heb de houders die heb ik nu in een bak met soda. Of soda. Een bak met Dusty staan. De plank staat in de douche, die heb ik ingespoten met Dusty. Die moet nog even afgeschuurd worden, zodat ook al het vet eraf is. Ja, dan kunnen we morgen verder met verven. Maar het ging, ja, het was gewoon even allemaal tegenvallers met het filmen en zo. Het ging gewoon even allemaal niet zo, ja, zoals ik het wilde. En die dagen heb ik de laatste tijd wel vaker. En het is niet het einde van de wereld, maar het is wel heel vervelend. En ik kan me daar dan heel erg aan vastklampen en irriteren. Maar goed, het is even niet anders. Ik heb net de katten gevoerd. Ik heb alles weer even opgeruimd, dus dat is wel weer lekker. Ik ga zometeen in ieder geval even lekker relaxen. Dan ga ik douchen en eten. Vanavond weer de Mask Singer kijken. Ik wil nog even Splatoon doen. En dan ga ik de video in elkaar zetten en een blogpost schrijven. En dan ga ik daarna verder met de Netflix serie. Ga ik weer roze geur, wat kalijm kijken. Dus dat wordt verder ook wel de avond. De was is ook nog niet klaar, want die draait nog. Die zal voorlopig nog niet klaar zijn. Dus ik ben gewoon weer even wat later vandaag met alles. En op zich is het niet erg, weet je. Ik ben alleen, ik heb de tijd aan mezelf. Maar soms kan het me gewoon even irriteren als het even mee zit. Maar dat heeft iedereen wel eens. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker wat drinken en even lekker relaxen. En dan ga ik jullie gewoon morgen zien. Want dan ga ik weer met frisse moed verder met de keuken. Want ja, ik voel me nu gewoon eventjes een beetje bleh. Ik weet niet. Dus ja, ik ga dat eventjes doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 19 november. Ik ben klaargemaakt. Ik heb weer niet fantastisch licht, want de zon schijnt nu net naar binnen. Je zal dat zien. Gisteren dan moet ik filmen, dan heb ik echt rot licht. En vandaag is het weer super zonnig, maar het is wel super koud. Want het is 3 graden buiten. Vannacht was het 0. Volgens mij gaat het vannacht ook vriezen.
Nou, ik heb gisteravond weer de Mask Singer gekeken. Ik kan nu trouwens ook even niet op het verhoogdje gaan zitten, want hier zit Lieve Tijger. Dus dat ga ik haar niet aandoen. Nou ja, de Mask Singer. Ik vond het zo cute. Het was zo schattig. Een van die pakken, ik was er helemaal weg van. Was ook wel teleurgesteld voor degene wie eruit moest. Ik had ook echt geen idee wie erin zat. Ik had dit nooit verwacht. Maar het was wel een leuke verrassing. Dus ja, het was wel weer heel leuk. Nou, toen heb ik nog even Splatoon gedaan. Wat ook wel weer heel ja, even leuk was. Ik had wel weer een paar levels gehaald. Dus dat is wel leuk. Toen heb ik de video in elkaar gezet. En heb ik mijn blogpost geschreven. Toen ben ik weer naar de Netflix-serie gaan kijken. En wat ik gisteren al zei, hij is dus een beetje vreemd. Maar ik weet nu waardoor het vreemd is. Ze gaan 10 jaar terug de tijd in. Deze dame die wordt in één keer 10 jaar terug geteleporteerd naar de tijd van toen. En dat maakt het vreemd. Waardoor ik ook denk, oké, een film als Back to the Future zou niks voor mij zijn. Want ik word hier helemaal. Ik snap het op een gegeven moment niet zo goed meer. Maar ja, ik wil dan toch aan de ene kant wel weten hoe het eindigt. Volgens mij heb ik ook nog maar 2 afleveringen. Want het zijn afleveringen van een half uurtje. Dus ik kijk er dan ook 2. Maar ik zou hem niet per definitie aanraden als je er niks mee hebt. Want ik merk zelf gewoon, ik ben heel erg in de war. Ik zit ernaar te kijken en ik zit het echt wel te volgen. Ik denk af en toe van, hé, ik snap er helemaal geen fluit meer van. Daarna heb ik trouwens gewoon wat Kalijn gekeken. Dus dat was ook wel weer leuk. Ik ga zo eventjes stofzuigen en dan ga ik even de kwasten wassen. Tenminste, wat er nog van over is. En dan ga ik de keuken verder afmaken. Ik zag alleen dat de tape al wat losgelaten had. Ik had natuurlijk gisteren al afgeplakt. Dus dat moet ik even aandrukken. Maar ik heb zometeen mijn krukje erbij. Ik moet even wat dingen verplaatsen. De airfryer zal ik even allemaal aan de kant zetten. Dus ja, ik ga even lekker muziek aangooien. En dan ga ik even lekker aan de gang. Dus ik ga jullie weer meenemen. Dan gaan we de keuken afmaken. En daar heb ik wel heel veel zin in. Dus tijd om aan de gang te gaan.
keuken is klaar. Ik heb alvast een lamp aangedaan. Ik weet niet of het heel mooi zicht is. Ik zal even kijken wat er gebeurt met de lamp uit. Ja, dan zie je de kleur net iets mooier. Ik zal het morgen nog even een keer met goed daglicht laten zien. Het begint nu al een beetje wat donkerder te worden. Alles is dus roze. Het is nog niet helemaal droog. Dus ja, je ziet ook echt pas heel goed natuurlijk als het compleet droog is. Ik denk wel dat het aardig gedekt heeft. Maar ja, nu is die gewoon helemaal roze. Ik heb dit even helemaal ingespreid met Dusty en dat ook. Ga ik even schoonmaken. En hoop ik dat die kookplaat nu naar deze kant toe kan. En ja, dan wil ik eigenlijk proberen een beetje de boel te verbouwen. Want ik ben er eigenlijk niet helemaal tevreden over hoe het nu staat. Dus ik hoop dat dat lukt. Maar goed, dat is eventjes nog... Daar moet ik nog even mee verder. De keuken is nu ook echt een bende. Maar ja, goed. Dat heb je. Ik heb hier bijvoorbeeld mijn Senseo staan. De waterkoker staat hier. En mijn airfryer staat hier. Ik moet allemaal gewoon even een doek overheen. Maar voor nu ben ik eigenlijk wel... Ja, voor nu wel tevreden. Ik hoop in ieder geval dat het nu helemaal goed is. Dus ja, het is even een kwestie van opdrogen. En als het dan helemaal goed is, kan de plank er ook weer op. Dan kan de tape er ook eindelijk af. Want dat is natuurlijk ook niet echt fantastisch. Maar ja, goed, je moet toch wat. Maar ja, het ging eigenlijk best wel vlot. Ik had de muur best wel snel weer roze. Ik had alleen nu per ongeluk een groter rolletje gepakt. Ik had de vorige keer de kleine. Die beviel eigenlijk wel. Maar met de grote ging het op zich ook wel. Nu had ik ook een groter oppervlak. Dus ja, ik ben eigenlijk wel weer heel blij. Dus ik hoop, ja, ik kan het nu gewoon nog niet zo duidelijk zien. Omdat het natuurlijk nog niet helemaal droog is. Ik ben wel heel benieuwd hoe het eruit ziet als het gewoon helemaal droog is. En als de plank er weer hangt en zo. Dus ik hoop dat het met die keuken ook een beetje lukt. Ik ga zo in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks even lekker douchen. Want je voelt je toch altijd een beetje vies als je geschilderd hebt. Nou, dan ga ik vanavond weer de show van Ruben kijken. De Big Show, geloof ik, heet dat. Ik wil sowieso eventjes het gouden uur kijken. Ik heb volgens mij zelfs verf in mijn haar. Ik had mijn haar opgestoken. Ruikt het naar verf? Ja, ik heb nu sowieso verflucht in mijn neus. Want ja, volgens mij loopt dat ook al bijna ten einde. Dat is toch wel erg spannend. En ik hoop nog even de code voor Koppers terug te kijken. Want vanaf morgen kan ik het gewoon op tv gaan kijken. Omdat het dan niet meer... Omdat weet ik veel er niet meer is. Verder ga ik vanavond het grootste gedeelte van de vlog afmaken. Ik probeer nog even verder te komen bij GTA. Maar dat is natuurlijk even de vraag of dat lukt. Dan ga ik lekker... Ga ik het erna doen? Moet even nadenken. Mijn Netflix serie verder kijken. En dan nog even doodschudden en wat kalijm. Dus dat wordt het ook. Maar nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. Maar ik ben blij dat het roze weer erop zit. Dus ik ben wel heel blij. Maar goed, ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Goedemiddag op deze zondag. Het is 20 november. Ik zit even op de bank. Ik zit een beetje warm te worden. Het was hier 16 graden in huis. Ik heb de verwarming even ook aangedaan. Want dit kon gewoon niet meer. Ik heb ook zo kou geleden met slapen. Nou ja, met slapen word je natuurlijk wel lekker warm. Maar gewoon toen ik in bed lag... toen heb ik op een gegeven moment mijn duster, heb ik over mijn badjas moet ik zeggen, heb ik ook mijn pyjama heen aangedaan. Want ik had het zo koud dat ik in ieder geval een beetje warm kon lezen. Nou ja, toen daarna, ja, toen ben ik wel in slaap gevallen, heb ik het natuurlijk wel weer wat warmer gekregen, maar het was zo koud. Het was ook gisteravond -3 en later zelfs -6 geloof ik. Maar ik heb het idee dat mijn slaapkamer heel erg tocht, want ja, er komt heel veel kou doorheen en ik had nog even gecontroleerd of het raam dicht zat. Ja, die zat gewoon dicht. Toen heb ik eventjes gecontroleerd of de roostertjes dicht zaten, die zitten dicht, maar er komt daar heel veel tocht doorheen. Ik weet dus niet waar het vandaan komt. Maar ik heb gisteravond de Big Show gekeken met Ruben, was wel erg leuk moet ik zeggen. Daarna heb ik even het Gouden Uur heb ik nog gekeken, dat was ook wel weer heel... ja, heel leuk eigenlijk. Heel mooi. Ja, leuk is niet echt het goede woord. Het is gewoon een mooie serie. En even de code voor Koppers heb ik nog teruggekeken. Dus dat was ook wel lachen. Daarna heb ik... mijn vlog wordt grootste gedeelte in elkaar gezet. Ben ik mijn Netflix serie gaan kijken. Ik denk dat ik vanavond de laatste aflevering heb. Ik dacht eigenlijk dat ik dat gisteravond had. Maar dat was dus niet zo. En ik heb Roze Geur en Kalijn gekeken. Dus dat was het ook wel. Ik ga zo even de groenten afhalen en eventjes gehaktballen draaien voor morgen. Stofzuigen, kattenbakken doen en dan ga ik eventjes foto's maken. Dus dat wordt verder ook eventjes de planning. Dus ja, dat is het voor nu eventjes.
Dus ik ga eventjes wat doen, want ik heb het gewoon ijskoud. En als ik maar even in beweging ga, dan word ik vanzelf weer wat warmer. Dus ja, tijd om even aan de gang te gaan. Ik laat straks natuurlijk even fotospullen zien. Ik zal jullie nog eventjes de keuken laten zien. Nu mijn daglicht zie ik net iets beter. De tapes moeten nog eventjes af, maar het is eigenlijk allemaal wel heel erg goed zo. Dus ja, helemaal blij mee. Ik heb even fotospullen gepakt. Ik heb hier een Hydrato Plump & Fresh Primer met Aloe Vera van Catrice. Dan heb ik hier nog van NYC een eyeshadow. Die eigenlijk zeg maar op een stick zit. Dus ben ik wel benieuwd. Ja, die had ik nog heel lang liggen. En ik heb hier een aantal lakjes van Essence. Die heb je afgelopen week al in mijn vlogs voorbij zien komen. Lichtrood. Of nee, dit is donkerrood. Heb ik hier een paarse. Een gele. Een lichtroze. Een lichtrode. En een donkerroze. Dus hier ga ik mooi eventjes foto's van maken. Dan is dat ook weer klaar. Zo, ik heb lekker alle klusjes weer klaar. Lekker de lampjes op elkaar. Mijn moeder die belde even, want Nathalie die kwam al wat vroeger. Want er schijnt slecht weer aan te komen. Daar had ik al wel iets van gehoord. Maar ik wist niet in hoeverre het ook daadwerkelijk zou gebeuren. Ze hadden eventjes gebeld. Ik heb even wat klusjes gedaan. De groente is klaar. De gehaktballen zijn klaar. Foto's zijn klaar. Ik heb zelfs nog even diamond painting gedaan. Dus ja. Dat heb ik allemaal wel weer eventjes lekker gedaan. Dus nu ga ik soms even lekker relaxen. Ga ik straks douchen en lekker eten. Vanavond kijk ik de code van Koppens. Want weet ik veel is dus afgelopen. Dan ga ik daarna kijken naar 5 Lijf de laatste. Ik ga mijn nagels even doen. En dan ga ik mijn foto's bewerken. En dan ga ik mijn Netflix serie afkijken. En weer verder met Suspect. Dat wordt het verder ook wel. Dus eigenlijk niet heel veel bijzonders. Maar wel gewoon even lekker om dat allemaal weer eventjes gedaan te hebben. Dus ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu even lekker op de bank onder een kleedje. In ieder geval even lekker relaxen. Want ik vind het echt zo koud. Dus ja, dat is wel eventjes lekker. Dus bij deze, tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 21 november. Ik ben klaargemaakt en ik heb net al eventjes toch opnieuw de video opgenomen die ik had opgenomen vrijdag. Want ik was niet tevreden toen ik de beelden terug zag. Dus die heb ik maar eventjes opnieuw gedaan. Dus dat is gelukt. Dan kan ik die vanavond editen. Ik las net het bericht dat Matthijs van Nieuwkerk weg is bij BNNVARA. En ik denk dat dat ook wel terecht is, want er is al de afgelopen dagen zoveel rumoer om deze man. Hij zou zijn medewerkers echt als... hoe moet ik het zeggen? Rot behandeld hebben gewoon. Hij was, schijnt best wel chagrijnig te zijn. En gewoon niet zo'n leuke man als dat hij op tv was. En er schijnt heel veel gedoe omheen te zijn. Dus ik denk dat het wel goed is. Ik heb gisteravond de code van Koppens gekeken. Was wel heel leuk. Moest wel lachen, was met Gordon. Wel jammer dat hij dan niet in de studio aanwezig was. Maar dat was Jan-Joos van Gangelen ook niet. Die had corona. En Gordon had zijn vlucht gemist. Maar ik moest er wel om lachen, dus was wel leuk. Dus na de laatste aflevering van 5 Live, dat was ook nog wel leuk uiteindelijk. Ik heb nog even geprobeerd GTA te doen, maar dat is natuurlijk wederom weer niet gelukt. Ik heb mijn foto's bewerkt. De Netflix-serie heb ik afgekeken en nu viel het dus op zijn plek. Want ja, ik vond het een vreemde serie. Ik heb hem wel afgekeken. Maar nu vielen alle puzzelstukjes in elkaar waarom er gebeurd is wat er is gebeurd. Ja, dat kun je dan toch alleen weer... krijgen als je dan zo'n serie uitkijkt. Dus dat werd me nu duidelijk. En daarna heb ik bij Suspects gekeken. En dat eindigde heel spannend. Dus volgens mij gaat dat vanavond verder. Dus ik ben daar wel heel erg benieuwd naar ook. Ik ga nu eventjes aan de gang hier. De gang, de douche moet gedaan worden. De katten bakken. Maar ik heb gisteren de plank weer opgehangen. En dat zal ik jullie eventjes laten zien. Want dat heb ik wel gevlogd. Maar nu hangt de plank ook weer in de keuken. En dan zie je ook gelijk hoe het eruit ziet als die plank er weer hangt. Dat zal ik nog wel eventjes laten zien ook. Maar ik vind het zo mooi staan. Ik heb trouwens ook mijn nagels gedaan. Dat is een roze kleurtje. Dat is deze. De naam, kan ik dat lezen? Vast niet. Nee. Ik ga even naar het licht. Want het is donker. Deze heet 01... Blush Rush.
Dus blush brush zit er nu op mijn nagels. Dus daar ben ik wel blij mee. Goed, ik ga eventjes muziek aanzetten en dan ga ik lekker eventjes aan de gang. En dan kunnen jullie eventjes gaan kijken hoe ik mijn plank heb opgehangen. Het resultaat met de plank. Ik vind het echt wel weer heel mooi staan. Alles is ook schoongemaakt hoor, wat erop staat. Maar het staat echt gewoon weer helemaal top. Dus ja, daar ben ik wel weer heel blij mee dat hij er hangt. Zo, ik heb alles toch nog klaar gekregen. Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. Omdat ik die video nog even had opgenomen. Het is allemaal gelukt. Katten hebben het gegeten. Dus ik ben weer lekker klaar. Mijn was die draait nog. Die heb ik even aangezet. Die zal straks ook wel klaar zijn. Dus dan kan die mooi nog te droger in. Maar was wel weer even lekker. Alles weer even grondig gedaan. Ja, vind ik altijd wel even lekker. Hun hebben schone bakjes met eten en drinken. Dan heb ik de bak, die was nu leeg met eten. Dan ga ik hem eerst even afwassen. En dan stop ik er nieuw eten in. Want dat is ook wel hygiënisch natuurlijk. Ik ga zometeen wel even een aspirintje nemen. Dan ga ik even relaxen. Je hebt straks om 5 uur heb je Nederland. Ik weet niet of ik er heel veel vertrouwen in heb. Maar we gaan het wel zien. Maar ik heb eigenlijk sinds gisteravond al hoofdpijn. Ik had gehoopt dat het weg zou trekken, maar het gebeurt niet. Dus ik ga toch maar even een aspirintje erin doen. Vanavond is het gewoon weer tijd voor Chateau Meiland. Dat vind ik altijd leuk. Shownieuws begint nu om 9:30 al. Want om 10:00 beginnen de mannen van VI. Dus ik ga nog wel even wat dingen terugkijken. Ik wil sowieso nog even een potje gamen. Dus wat dat betreft heb ik nog genoeg te doen. Ik ga vanavond mijn blogpost schrijven en die video dus in elkaar zetten. En dan ga ik een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. Ik weet nog niet welke. Maar wel verder met Suspect. Daar heb ik wel zin in. Want ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat eindigt. Dus dat wordt het eigenlijk ook. Ik wil jullie eigenlijk nog even een piercing-update geven. Want mijn piercing zit er nu zo'n 3 maanden bijna in. Augustus, september, oktober, november. Ja, 3 maanden. Het gaat eigenlijk super goed. Ik merkte al vrij snel dat de pijn minder werd. Het is nog wel gevoelig. Als je er gewoon aan zit, denk je wel van, oh ja, je voelt het nog even. Maar het is niet dat je het uitschilt van de pijn. Het is echt meer zo'n gevoelig iets. Ik heb hem dus steeds schoongemaakt met desinfecterende zeep. Maar dat kan dus Dettol zijn, maar ook een andere zeep. Volgens mij is dat... Mikura. Want die kun je ook gebruiken voor je tatoeages, zeg maar, om het schoon te houden. Dan heb ik het gewoon schoongedept en met de piercing reiniger heb ik het dan steeds aangestipt. Ik merk verder niks. Ik heb geen ontsteking of wat dan ook. Het is verder niet rood. Af en toe komt er een beetje troep vandaan, maar ja, dat heb je bij gewone piercings ook. Dus wat dat betreft gaat het eigenlijk best wel goed. En ik dacht, ja, misschien is het leuk om eens even een piercing update te geven. Ik ben er nog steeds heel blij mee. Ik merk wel dat het een plek is die wat langere geneestijd nodig heeft dan mijn andere piercings. Ja, mijn tong, dat was echt een hele lange genezingstijd. En deze is dan wel relatief iets minder. Maar volgens mij staat er zo'n 6 tot 9 maanden voor. Dus ja, ik ben er ook nog lang niet. Maar ik heb er geen problemen mee. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is.
Dus ja, ik dacht misschien wel eventjes leuk om te vermelden. Goed, ik ga een aspirintje nemen. Ik moet mijn nagel even iets bijveilen. Die voelt een beetje scherp. Dan ga ik eventjes lekker relaxen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 22 november. Welkom in de donkerheid van dit huis. Ik ga even een lamp aanzetten voor jullie. Kijk, wordt dit beter? Misschien moet ik deze doen. Ja, dit is beter. Nou, ik ben klaargemaakt. Ik heb een lekker jurkje aan. Ik heb deze 2 jaar geleden bij Lidl gekocht. Daar ben ik nog steeds heel blij mee. Maar ik heb een maillot aan. Die bevalt me voor geen meter. Allereerst is het een vrij dunne maillot. En ik heb hem in mijn eigen maat gekocht. Ik heb hem in maat S gekocht. En wat ik ook heel vaak hoor bij mensen die dan bijvoorbeeld een panty gaan kopen. Die kopen hem 2-3 maten groter. Dus ik heb het idee dat het bij een maillot ook beter is. Ik had het met mijn moeder ook over. Die zei, nou als jij een S hebt, mag je rustig een maatje L kopen voor maillot. Want als je hem in je eigen maat koopt, krijg je dus zo'n hangend kruis. Ik weet niet hoe ik dit netjes moet vertellen. Maar je kunt hem niet zo hoog optrekken, omdat het je eigen maat is. En ik heb natuurlijk best wel lange benen. En je kunt op zich dat gehang kun je wel oplossen, zeg maar, door er een fietsbroekje onderaan te doen. Ja, hè, zoals vandaag, ik ben gewoon alleen thuis. Ik bedoel, ik krijg geen bezoek, ik hoef de deur niet uit. Dus ik vind het voor nu wel prima, maar ik merk ook dat die vrij dun is. Ik zou eigenlijk een beetje een dikkere denier willen hebben en dus een paar maten groter. Dus ik denk dat ik even bij de Zeeman wil kijken of ze een andere hebben die ook wat dikker is en dus een wat grotere maat. Want dit gehang, dat vind ik echt niet heel erg prettig, want ik trek hem het liefst op tot aan mijn oksel, omdat hij echt op mijn heupen blijft hangen. Nou ja, goed. Dat zijn de problemen waar je soms mee deelt. Gisteravond, de Meilandjes. Dat was wel weer heel leuk. Het is nu wel heel erg veel natuurlijk in die bruiloft. Nou heb ik daar niet zo heel veel mee met bruiloften en zo. Dat hoeft van mij allemaal niet zo. Maar oké, het was verder wel weer heel leuk. Nou, daarna had je shownieuws. Toen heb ik, wat heb ik? Oh ja, toen heb ik nog eventjes wat teruggekeken. En heb ik nog eventjes, hoe heet het gedaan? Fortnite ging niet fantastisch. Nou, toen heb ik de video in elkaar gezet en heb ik mijn blogpost geschreven. Toen ging ik op zoek naar een nieuwe Netflix-serie. Dat was echt een drama tot en met, want ik kon niks vinden wat in mijn straatje paste. Want ik vond eigenlijk, wat ik aanklikte, dan trok het me toch weer niet. Ik heb het eigenlijk wel wat gevonden. Ik zal de naam dan weer eventjes in beeld neerzetten, want ik weet het niet. Het is niet Spaans dit keer, maar ik ben de naam, ik onthoud het gewoon nooit zo goed. Daarna had ik Suspects en dat was dus al de laatste aflevering. Dus ik ben gewoon al door alles heen. Was uiteindelijk wel weer heel spannend hoe het nou afliep. Maar ik had niet verwacht dat er zo weinig afleveringen in dit seizoen zouden zitten. Dus vanavond ga ik beginnen met Judas deel 2. Want daar ben ik ook erg benieuwd naar. Nou weet ik alleen niet of deze serie er al compleet op staat of dat er elke week een aflevering komt. Maar goed, dat moet ik maar eventjes gaan bekijken. Ik ga zo even stopzuigen en de wasser scheppen. Hier zijn een paar tv-shows. Ted Lasso. Vroeg ik jou wat, Siri? Nee. Dus de bakken ga ik even scheppen. Dan ga ik een video opnemen. En dan ga ik eventjes de kleurkaart afmaken van de stempels. Want daar ben ik al veel te lang mee bezig. Dus dat is even de planning. Dus ik ga jullie gewoon weer gezellig meenemen. Hey.
ik ben klaar. Ja, het is allemaal wel weer gelukt. Het was eventjes een kliederboel met het plakken van die dingetjes. Maar het is uiteindelijk wel gelukt. Dus dat is allemaal wel weer top. Ik had net alleen eventjes ineens een hele domme ingeving. Ik had gisteren een was gedraaid. En die ben ik vergeten om in de droger te steken. Want ik heb gistermiddag kreeg ik een migraineaanval. Zo ben ik even op de bank gegaan. Ik had Nederland aanstaan. Die trouwens met 2-0 gewonnen hebben. Ik heb het nog helemaal niet over gehad. Maar oké, uiteindelijk nog 2 keer gescoord. En toen heb ik nooit meer aan die was gedacht om die in die droger te stoppen. Daar kwam ik gisteravond in 1 keer achter. Ik denk, ja shit, ik kan het nu niet maken om die droger aan te doen. Ook omdat vanwege mijn buren, weet je. Dat is gewoon te veel. Dus dat kan ik niet doen. Dus toen dacht ik, nou dan doe ik het na het filmen vanmiddag. Ja, weer vergeten. Dus ik heb hem nu net aangezet. Maar dat was niet echt slim. Want ja, die was er ook verder nog fris. Want ik had de wasmachine wel opengezet. Heeft wel een nacht in de machine gezeten. Dat was niet zo slim. Daar moet ik echt even beter over nadenken. Maar goed, de katten hebben nu net gegeten. Mickey die at weer niet zoveel. Ik weet weer niet wat het is. Af en toe van die vage kuren, maar goed. Ik heb de verwarming nog niet aan. Het is 16,5 graden in huis. Ik vind op zich de temperatuur is nu wel te doen omdat ik een dikker truitje aan heb. Maar misschien dat die vanavond wel wat aangaat. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en koken. Als ik dan gegeten heb, ga ik Goede Tijden kijken en Bureau Arnhem. Shownieuws is tegenwoordig nu om 9:30 in verband met de oranje winter met de mannen van VI die dus om 22:00 zijn. Dus dan kan ik mooi nog even Shownieuws terugkijken. Dan ga ik de vlog verder afmaken en mijn foto's bewerken. Vanavond ga ik verder met mijn Netflix serie sowieso. En ga ik dus beginnen aan Judas deel 2. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video online heb staan. Dus dan hoef je niks meer te missen. Het enige wat ik nog even mee wilde delen is dat ik gisteren nog een hele lieve foto kreeg van Lente met een oranje diadeem. Dus die was ook klaar voor Nederland. Goed, dat gezegd hebbende zou ik bij deze zeggen bedankt voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!